na de wedstrijd. Je stond bij de supporters, je was met de supporters in gesprek. Ja. Waar ging dat over? Ik merkte toch wel wat negatieve reacties, ook vanaf de wissel al. Over de trainer, over sommige spelers, fluitsignaal. Ja, normaal, ik denk dat Groningen juist om bekend staat om het goede publiek die ons naar de overwinning helpt als 12e man. En die hebben we ook echt nodig, vooral in deze tijd. En ik merkte wat frustratie bij de supporters. Dus ik wist natuurlijk wel waar het over ging, maar ik wou toch even polsen wat ze graag anders willen zien. En daar wou ik even geïnformeerd over worden door hun. En van onze kant dat wij er echt alles aan proberen te doen wij willen ook niet hier staan, wij willen ook bovenin meedoen. Alleen ja, dat gaat nu niet en we willen er wel alles aan doen. Ja, en daar heb je juist de steun van het publiek voor nodig. Ja, zo omschreef ik dat net ook al een beetje, denk ik. Ja. Hoe reageren ze? Nou, als je er één op één mee praat, dan is dat heel begripvol. Maar op het moment dat je zo'n groot publiek voor jou hebt staan je krijgt heel veel handgebaren, dan merk je wel eens heel veel dat het heel negatief is. Maar ik moet zeggen, op het moment als je gewoon één op één met een paar mensen praat, heel, heel begripvol. En dat is ook fijn om mee te praten dan. Ja, precies. En ook goed dat je het doet, want je weet, hè, dan hoor je ook wat er leeft. Ja, nee, dat is ook wel belangrijk, denk ik. En dan kan je ook wat backfeed aan het team geven, wat zij willen zien. Natuurlijk moeten we dat niet altijd doen, want ik heb ook nog wel eens op het moment vorig jaar gehoord dat er werd geroepen alles of niets toen 1-1 tegen PSV stond. Ja, nou, en dat was geloof ik, toen, dan zouden we de play-offs halen. Ja, dan gaan we niet alles of niets doen, maar natuurlijk, soms moet je wel naar het publiek luisteren. Dan de wedstrijd, 0-0. Jullie hebben wel wat kansen gehad, maar over het algemeen was het niet best. Nee, ben ik wel met je eens. Ik denk dat op het einde ook dat je nog blij mag zijn met het gelijkspel. Natuurlijk, Tom van Wit kreeg nog een hele mooie kans. Ik zag het niet heel goed, maar, maar voor de rest, hun hadden betere kansen op het einde, de tweede helft. En ja, zo gezien mag je nog blij zijn met het punt, denk ik. Ja, het mindere spel, komt het ook door de druk die er toch is, die ook langzaam steeds meer toeneemt? Laat ik niet vergeten dat we eerst bij onszelf moeten kijken. En dat heb ook druk mee te maken. Ja, daar moet je nou eenmaal mee omgaan. Maar dan ga je even slappe excuses. Kijk, het veld ligt er niet perfect bij. Niet zo slecht als Utrecht toen was. Maar, ja, en je hebt steun nodig van bepaalde hoeken. En dat is het. We proberen dat onderling bij het team te geven. Maar ook de supporters zijn daar heel belangrijk in. En vandaar ook het gesprek. En dan hoop ik dat ze de volgende wedstrijd in ieder geval weer vol achter staan.